Mwah. Oh my. Yo, we gaan naar ons dood flikkeren. Ja. Yo kijkers, mijn naam is Dan en ook een nieuw video van Riders Republic. Vandaag gaan we weer als een stelletje idioten op fietsen rijden, op skis en op snowboard. Smash even op die like als jij een sport doet of een hobby doet. En laat even in de comments hieronder weten welke sport of hobby jij doet. Vandaag wil ik eventjes de nieuwe update in Riders Republic gaan checken. Volgens mij is het de eerste update van de nieuwe Season Pass. De eerste update heet volgens mij de Winter Bash Event. En daar zijn dus nieuwe toy races met dus nieuwe type toys. En die wil ik vandaag gaan checken. En ik wil ook nog even een paar normale races doen. Maar it feels good to be back. Het is even een tijdje geleden. Maar het voelt zoals altijd weer echt amazing om terug te zijn. Laten we eerst eventjes inkomen. Gewoon eventjes van deze berg afgaan. Natuurlijk ben ik voor deze aflevering ook een beetje ingekomen. Ik ben letterlijk de halve map door gechased. Wat gebeurt daar? Ja, zeg ik net dat ik ben ingekomen en dan ben ik dom in cirkels aan het rijden. Ik kom niet op deze ramp. Yo, wat is dit? Wat is dit? Zo eindelijk. Ja, natuurlijk haal ik het niet omdat ik zo langzaam ga. Ja, dat vind ik echt beschamend. Ik ben achter iets nieuws gekomen. Dat was volgens mij echt kort nadat ik de laatste video had gemaakt. Er is een soort super sicke unofficial trick die je kan doen. Ik laat nu wel eventjes de basisvariant zien. Wat je dus kan doen. Dit is geen officiële trick. Je krijgt hier ook daarom een bad landing. Maar als je geen assist aan hebt, dan kan je op deze manier, als je een soort 180 doet. Ja, als je een 180 doet, kijk, zagen jullie dat? Dan doe je een soort wheelie wraparound. Dus je kan zo en dan woep. En dat is super clean als je dat met andere tricks combineert. Dus zoiets. En dan moet je dan wel beter landen. Dan moet je dus, als je zo'n soort flip doet, moet je hem dus anderhalf keer die flip doen. En dan kan je dus een wraparound doen. Alleen hier hebben we helaas niet genoeg momentum voor. Ik dacht, ik zeg dat eventjes, want het ziet er echt heel erg sick uit. Als je zo doet. En dan een wraparound, wacht. Hold the phone. Ja, check dat. Dat ziet er zo smooth uit. Als je zo... Oh. Ja, oh, dat is zo smooth. En volgens mij kan je dan je stick ook nog een beetje naar achter houden. Waardoor die nog meer een wheelie doet. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, oh, dat is zo clean. Ik vind het wel sick hoe je je tricks zo kan tweaken. Dan moet ze eigenlijk wel echt toevoegen dat dat ook wel een beetje official tricks zijn. Dat is wel een beetje jammer dat je een bad landing hebt. Want dat ziet er echt sick uit. Oh, hier. Oeh, very clean. Very clean. Oké, het is niet zo druk hier. Normaal is het hier echt druk. Net toen ik hier reed was het echt immens druk. Oké. Woehoe. Oh. Oké, dat faalde. Dat faalde. Dat was even miserabel. Nu wil ik dus eventjes de nieuwe events gaan checken. Er zijn een aantal. Net kreeg ik een scherm van... You have unlocked new events. En dat duurde echt letterlijk 5 minuten om door dat scherm heen te gaan. Als eerste hebben we hier een toy event. Desolation Jumbo Edition. En ik zie daar dus een fiets met echt mega dikke banden. Doe me denken bij, aan iemand die bij mij op de basisschool zat. Ja, die had een beetje zo'n fiets. Alleen, dan moet je een beetje zo'n... Zo'n motor voorstellen van zo'n motorbende. Dat je zo zat. Dat zag er niet leuk uit. Ja, dat zag er niet leuk uit. Als je kijkt. Spijt me. Oh. Oh, dit ziet er nu al niet meer uit. Hoe fietst dit? Oh my. Wow, dit fietst best wel nice. Ja, dat zeg ik terwijl ik bijna tegen een boom aan ga. Ah. Nee, I missed it, bro. Oh, het gaat nu al niet lekker. Mensen, de eerste keer op deze fiets. Hè? Eerste keer op deze fiets. Maar we maken nog een kans. Oh, dat is een balloon. Oh, ik dacht wel eens de checkpoint. Nou, dit kunnen we halen. Hier, hoppa. Pak een tweede plek. Oh. Hier, frontflip. Dat ziet er zo stupid uit. Hier, ga even zieke trick poppen. Oh, crap. Nee, ik heb echt een dikke fout gemaakt. Ik had door moeten rijden. Wait, is dit ook een soort off-road bike? Waren we nou net in de sneeuw aan het fietsen? Want dat zou echt sick zijn. Want als je deze unlockt, dan heb je letterlijk een fiets voor in de sneeuw en op het land. Dat is echt sick. We staan trouwens ook eerste. Easy claps, easy claps. Hier, drift. Drift met zulke dikke banden. Dat is nooit mogelijk. Yo, maar deze fiets is echt unstoppable. Je voelt echt geen één hobbotje. Dat is echt best wel heel erg chill. Oh crap, dat was een balloon. Ik had echt bij... Ik heb bij echt 3 balloons kunnen hebben deze race. En ik heb ze allemaal gemist. Oh, ik ging keihard tegen die wand aan. Rest in peace. Rest in peace, bro. Oké, oh, pas op. We zijn nu ook, we zitten nu ook echt midden in andermans race. Kijk, dit zijn allemaal mensen op normale fietsen. Make way voor deze amazing fiets. Hier die ballon, easy. Oh, maar deze mis ik waarschijnlijk. Nee, nee, ik mis hem niet, maar het ziet er niet heel clean uit. Oké, oh, dat is nog een balloon. Hier, oeh, boom. Hebben we deze nu unlocked? Ik hoop het echt. What? 4000 sterren?
No man, ik dacht dat ik er veel had. Ik had in de beta, hoeveel had ik er? Nou, ik had in de beta zoveel sterren als dat ik nu had. En dat was echt speciaal, want echt niemand had zoveel sterren. Nu is het niet meer zo bijzonder. Mensen hebben letterlijk de game al bijna uitgespeeld. Oeh, dit ziet er clean uit. Maar ik weet niet eens meer wat mijn max is. Dus ik weet niet eens of dit hoog is. Okidoki. Oh, we hebben nieuwe fans. Yo, beta zijn nog even leuke. Oh, dit is een slopestyle. En dit ook. Oké, dit zijn bike tricks. Ik wil eigenlijk even nog meer van die toy events doen. Oh, en hier is in de sneeuw. Oh, en dat is ook met die fiets? No way. Oké, dat moet ik echt even uitchecken. Ik heb echt een verslaving aan dat ik gewoon zo een beetje naar beneden cruise. En dan niet eens op het gas. Dus niet eens trigger. Maar gewoon zo naar beneden cruise in de echte Alpen. Het is echt sick. En als je dan ook eventjes de goede kant van je snowboard hebt. Dus kijk, als je even die punt pakt. En dat ziet er dan zo sick uit. Dat ziet er zo sick uit als je dan in first person gaat. Hier, dit is zo ziek. En dan kan je ook zo'n beetje remmen om een beetje zo bochten te maken. Het ziet er very clean uit. Hier, en je kan ook een beetje carve turns maken. Het is very nice. Oké, maar nu gaan we eventjes concentreren om bij onze bestemming te komen. Woehoe! Oh, snowboarden voelt zo nice. Jullie weten dat ik volgens mij de vorige video echt in love was geraakt met de trick snowboard. Ik moet zeggen, de normale snowboard is ook sick, maar de trick snowboard blijft echt de beste er is. Oh ja, trouwens, ik heb nu ook een rocket bike en rocket skis. Kijk, dit is echt amazing. Even kijken, hoe werken deze dingen überhaupt? Oh, jemig. Woo! Oh. Whoops. Oké, je moet mij niet met deze dingen vertrouwen. Oh, je oh. Jemig, ik stik bijna. En die rocket skis zijn echt amazing. Jumbo edition. Oké, blijkbaar is dit dus een jumbo bike, omdat elke race heet zo. Oh, here we go. Hey, deze guy is half naakt. Trek iets aan, man. Oh ja, kijk. Je kan zo hard door de sneeuw gaan. No way. Ik hoop echt dat je deze kan unlocken. Oh crap. We messed up big time. Ik dacht, hier komt een zieke jump. Maar dat is dus niet zo. Get out the way, pesky snowboarder. Make way for the jumbo bike. Oh. Dat gebeurde ook terwijl ik zei get out the way. Oké, here we go. Even sprint, sprint. Ik ga zo hard. Oh. Zag je die fiets gaan? Yo, replay, replay. Die fiets was helemaal lijp. Die fiets die maakte echt 3000 dubbele frontflip. Dat was echt niet normaal. Oké, joh, maar dit ding is gewoon sneller dan een snowboard. Alleen je flipt hem wel heel makkelijk om. Dat merk ik. Oké, hier we pakken balloon. We pakken balloon. Oh crap, in het water. Nee, nee, dat is niet nice. Crap! No! Ja, oké, deze moeten we echt restarten. Dit gaat echt dramatisch. Het is heel onvoorspelbaar. Oké, daar gaan we. Deze guy die zit ook echt in een strak pak daar rechts. Hoppa, eerste checkpoint door de bomen. Hier, even sprint. Kijk, hier kan je wel sprintje poppen. Hoppa, bijna tegen een boom aan. We hebben de ballon. Let's go. Let's go. Woep. Jump. Frontflip. Let's go met die grote wielen. Vind ik het er zo leuk uitzien wanneer je een frontflip doet. Hier. Woep. Ik voel me echt een gangster op dit ding. Oh, nee. Nee. Crap. Oh, ja. Backtrack me anders nog verder. Oh, maar we staan gewoon nog steeds eerst. Kijk, dat doet me lekker. Hoppa. Kijk, dat was heerlijk. Als we hier nu rechtdoor gaan, zou dit ook goed moeten gaan. En hier gingen we de vorige keer de mist in. Volgens mij moeten we hier gewoon ver jumpen, want we moeten over de rivier. Let's go, boys! Hoppa, even first person. Kijk dat dikke wiel daar. Hoppa, lekker. Nog één? Gaan we het wagen? Zeker weten! Oké, we moeten niet omflippen met deze bike. Oh! Yo, deze bike is oprecht sick in first person. Boom. Kijk waar die fiets heen gaat. Oh, dit is wielrennen. Nee, ik ben niet zo'n wielren type guy. Ja, en dit is rocket bike. Ja, daar voel ik me ook niet helemaal thuis hoor. Oh, dit is de one foot snowboard. Yo, die ga ik shredden. Dat is mijn jam. Hier. Hoppa, ik heb ook al tryhard outfitje, hè. Oké, zo. Bam, keihard op het asfalt. Oh, lekker man. Dit is echt heel erg goed voor een snowboard. Hier, let op. Oké, we kunnen dit op zich ook wel even fietsen. Hier, let's go, let's go, let's go. 3, 2, 1. Woe! Kableum, bro. We kunnen er echt veel sneller komen met gewoon raketskis. Hier, let's go. Niet tegen een boom aan. Woe! Oh, dat is een anticlimax. Oh ja, kijk, dit is hem. We zijn er echt in no time.
Ik wou dat je deze dingen ook kon activaten in de lucht. Ik weet niet of ze werken op asfalt. Ik denk het wel. Oké, here we go. We zijn er bijna. Oh, oh. Au, 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 au. Help! Oh, see my pose. Oké, daar gaan we. Shaq Daddy the Pig Leg. Oké, here we go. Allemaal funky snowboard. Oh, die hebben allemaal andere one foods. What? You kidding me, bro? Oh, nee, crap. Ik heb geen grinden geoefend. Ik heb geen grinden geoefend. Ja, mensen, het spijt me. Dat heb ik nog even niet geoefend. Wat ben ik ook voor rare robot, man? Yo, wat is dit? Ik voel me echt gescamd. Waar is gewoon mijn poppetje? Hier? Oh, very clean. Oh! Oh! Oh, we going clean, bro! Oké, iedereen staat echt dik veel punten achter mij. Dus, we chilling, we chilling. Oh, maar kijk, hier heb je gewoon rems met speedboost. Ja, maar deze moet je gewoon farmen. Ik was helemaal op de verkeerde plek en ik sta zelfs eerste. Schaam je. Nee! Jij verdomd, jong. Nee, what? Hoe werkte dat niet? Hier, let's go! Oké, dat was wel heel erg clean. Nee, oh, dat stonde. Ik deed verkeerde trick. Daardoor kwam het niet goed uit. We're going to do it. We're going to do it. Ja, je moet gewoon deze farmen. Maar helaas is daar geen manier voor om die unlimited te farmen. Die komt helemaal niet lekker uit, die rem. Nou, we hebben wel echt by far gewonnen. 3, 2, 1. Woe! Oh, bijna tegen een boom. Dat is niet lekker. Oh, 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 oh. Oh, dit voelt zo lekker, hè. Dat je, het feit dat je hier niet voor hoeft te betalen. En dat moest wel in Steve. Dat is echt mwah. Mwah. Oh my. Yo, we gaan naar ons dood flikkeren. Ja. Yo, wat is dit? Kijk wat ik aan het doen ben. Ik weet niet waarom ik dit grappig vind, mensen. Ik weet het oprecht niet. Och, kijk, dit is wel mooi. Dit is mooi. Och. Och. Kijk, dat noem je toch wel eventjes mooi. Kijk eens even aan, joh. Oh. Auw. Dat is pijnlijk. Ik ga denk ik maar even geen tricks dingen doen. Omdat, ja, ik ben er niet het beste in met praten. Dus laten we maar gewoon eventjes een Baiku challenge doen. Waar zijn Baiku challenges? Ja, we hebben alleen maar tricks. Ik wil even een race. Oh, maar dit is deze. Deze hebben we al gedaan. Yo, maar deze kan verraderlijk zijn. Yo, kijk die skinny jeans rechts dan. Kijk die leggings. What a man. Oké, okay, oh, springen noobjes. Niet springen. Beuk maar alsjeblieft niet tegen dat ding aan. Als iemand mij beukt, altijd vier ik. Oh ja, ik ben een video aan het maken. Sorry, ik ben zo erg aan het zwetten. Ja, maar dat, zo is het altijd wel met Riders Republic. Ik zit dan in een te erge sweat state. Oké, oh crap. Ja, maar dat is naar. Oh nee, crap. Ik was vergeten dat het stuk best wel moeilijk kan zijn als je hier met te veel mensen bent. Nee, oh, kijk, dan word je gebeukt terwijl je midden in een drift zit. Waardoor heel je racing line. Ja, hier. What? Dat heb je dan soms. Dan fiets je tegen iemand aan. En dan dropt je snelheid van echt 90 km per uur echt in één keer naar 10 of zo. Omdat je tegen iemand aan fietst. Like, come on, bro. Ik vind dat ik het tot nu toe best wel oké doe. Ja, oké, niet als je kijkt naar mijn plek. Maar ja, tegen dat beuken kon ik niks doen. Dat was niet mijn schuld. Dat is niet mijn schuld. Hier, niet springen. Hoppa. Yo, het verbaast me dat we nog 20ste staan. We zijn best wel veel plekken opgeschoven. Zo, die beuk heeft mij redelijk hard gered. Here we go. Final stuk fiets. Hier zijn heel veel shortcuts en ik ben ze allemaal vergeten. Dus dat wordt leuk. Wow, wow, dat hebben ze aangepast. What the F, daar zitten nu hooiwalen. Dat was eerst niet. Yo, ik reageerde er dan nog snel op, maar dat was eerst niet. Oké, okay, yo, maar hier first person, dat is echt godly. Yo, we kunnen oprecht... Oh, crap, ik dacht even dat we nog 20ste kon... Nee, 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 nee.